Dit is mijn opa, Rijn van Lange. Opa uit Indië. Daar was hij militair geweest. Ik weet nog hoe trots ik was toen ik begreep dat hij generaal geworden was. Ging ik meteen op school vertellen. Later kwam erbij dat hij Sukarno gevangen genomen had. De leider van rebellen die Indië onafhankelijk wilde maken van Nederland. Hij had die Sukarno bijna doodgeschoten. Klonk stoer. Toen. Later drong pas tot me door hoe opa had gevochten tegen die rebellen. Beter, vrijheidsstrijders. 4 jaar oorlog die Nederland verloor. Mijn opa was commandant geweest in een van de meest omstreden oorlogen die Nederland ooit heeft gevoerd. De bloedige onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Wat weet ik van die geschiedenis? Thuis ging het er niet over. Opa was geen prater. Pas de laatste jaren geef ik mezelf toe dat ik uit een van de vele Indische families kom die leven in een Indisch zwijgen. Maar waar zwijgen we dan over? Wat is het dat we niet weten? Na al die jaren ga ik op zoek naar opa. Dat zoeken begint gewoon thuis, in de polder. Wie weet er meer van opa dan mijn eigen familie? Ik heb ze uitgenodigd voor de lunch. Ik kook, natuurlijk Indisch. In ruil voor een warm bord vertellen zij wat ze zich nog herinneren van opa. Ben je er al? Hey, goed. Kom erin. Dit is Rijn, mijn oudste broer en inderdaad vernoemd naar opa. Heb je er een beetje zin in om naar Indië te gaan? Naar Indië te gaan? Ja. Naar Indonesië te gaan. En daar zijn de anderen. Mijn nicht Marianne en Elmi en mijn neef Duncan. Ook al vroeg. Mijn opa en oma hadden 3 dochters. Elke tak is nu vertegenwoordigd. Lekker koud buiten. Ja. Oeh. En koud winter altijd. Hoi. Duncan. Hoi. Jongen. Ah, zo. Welkom. Shall I be mother? Yes. Ja. Please. We zitten hier aan een rijsttafeltje. Dat doen we altijd. Ja. We hebben reunies en die noemen we kumpulans. Zijn wij Indisch? Ja. Want? Omdat je op de een of andere manier... Het beste merk ik dat ik door Indo's wordt aangesproken dat ik ook Indo ben. Het zit hem ook in de taal. Ja, wij hebben het vanmorgen nog over de pangang gehad. Ja, ja. In plaats van geroosterd brood. En jij was de katinoen aan het snijden. En, ja, en nee, de tafel is pinchang. En als je vervelend bent, ben je een binatang. Oh, die kende ik nog niet. Oh, ik sta soms voor zaaltjes. En dat zijn soms ook wel eens Indische zaaltjes. En dan word ik ook aangekondigd als iemand die ervan is. En dan denk ik altijd, oh god, daar ga ik nep Indo. Waarom en zou dan, je een nep Indo zijn? Nou, om... 1. Genetisch, niet genoeg kleur. 2. Niet de klassieke narigheid meegemaakt van als familie van de contractpensions na de oorlog. Nee. Niet de echte Indische narigheid gehad, dus dat mag je ook niet aanmeten. Nee. Maar goed, sta ik dan even voor zo'n zaaltje, denk ik, hé, gezellig. Ja, het is ook altijd gezellig. Het is heel raar, dus het is toch thuis. En waar zit hem dat dan in? Dat thuis. Al maanden voor het etentje heb ik een DNA-test gedaan. Om eens te zien wat ik aan Indisch bloed heb. Dus aan Indonesische voorouders. En wat dat zegt. De uitslag is binnen. Maarten Vernerot van de Erasmus Universiteit heeft het voor me uitgezocht. Maarten? Ja.
Goedemorgen. Goedemorgen. Indisch hoofd moet ik hebben, dacht ik al. Ja, klopt, ja. 30%. Oh, je weet het bij jezelf al in percentages. Veel mensen zien niet aan mij dat ik Aziatisch bloed heb, terwijl het toch 30% is. Nou, ik zie het heel goed. Vroeger op de lagere school was ik altijd de pinda. Ja, toch? Ja, was ik toch de pinda. Ja. Dit is mijn moeder. Uh-huh. Dit is mijn oma. Okay. Heel duidelijk, heel Indisch. Ja. Getrouwd met mijn opa. Mm-hmm. Van wie altijd zeggen we, ja, die was gewoon blank. Die was Europees. Dat is de verlangen. Verlangen. Ja. Maar in de familie is er altijd toch iets van, ja, nou, maar ik weet, ja, je weet het toch. Een soort gesmispel altijd van. Ja, hoe Europees. Ja, kijk, als je nu de trouwfoto ziet van mijn opa en oma, dan denk je, ja, is toch ook best een donkere jongen. Ja. Indisch of iets, maar er is wel iets mee. En dat brengt mij bij jou. Ja, je kan. Zo'n familiegeschiedenis kan je eigenlijk niet begrijpen zonder een kaart van jouw Indische familie. Dit is die landkaart. Dus dit ben jij. Dit zijn je opa en je oma. Die zijn allebei, hebben die Aziatisch bloed. Mijn opa dus ook. Je opa ook. Ja, dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaties weg van jouzelf. Dus dat was bij mijn opa dan al heel sterk verdund? Ja, was erg sterk verdund. De Indonesische voormoeder van mijn oma, Kamirakan, was haar overgrootmoeder. Ja. In welke tijd zijn we dan? Nou, die zal geboren zijn rond 1810. Zij krijgt een kind met deze Cornelis Nicolaas van der Beek. Ja. Dat wordt een meisje. Ja. En dat is de grootmoeder van je grootmoeder. Goed, dit is dan allemaal de stamboom, genealogisch onderzoek, maar dan het genetisch onderzoek, het DNA. Ja. Wat komt daaruit? Uit het DNA-onderzoek komt dat je ongeveer 4% Indonesisch DNA hebt. Het is een beetje schamel. Klinkt voor mij een beetje schamel. Ja, aan de ene kant is 4%, ja, het is 1/25ste van je DNA. Mijn moeder zou zeggen, ja, ik ben Indisch. Ja, maar ben je toch ook? Ja, maar als bepalend gegeven. En dit is dan 4%. Dat matcht ergens niet in mijn hoofd. Daar had ik me dus meer bij voorgesteld. Ik hou wel van de romantiek dat er een vreemde wereld door je bloed stroomt. Dat er een raadsel in jezelf zit. Maar misschien is dat niet waar het raadsel zit. Al in de jaren 30 hadden opa en oma een camera. Vooral om aan het thuisfront in Nederland te laten zien hoe ze in Indië leven en hoe hun dochters opgroeien. Onze moeders dus. Daar heb je opa. Zou dat hun huis geweest zijn, waar die uitkomt? Dikke thuis, ja. Een hele fijne villa. Ah, ja. Gossie, opa. En een heel ontspannen opa. Ja. Dat zie je niet zo vaak. Ja. Ja, maar toen was hij natuurlijk ook nog geen kolonel. Nee. En was er nog geen oorlog. Dus dan is het leven toch nog een stuk rustiger. Ja. Er zit een soort leven in die man. Nu, hier. Wat er later toch een beetje uit verdwijnt. Dat is een soort leut. En... Ja, hier is het wel een leuke. Speels ook. Ja. Een ontspannen opa. Niet de opa die je kent, die uit een lange oorlog was gekomen. Die had hij toen nog voor de boeg. Die oorlog heeft hem getekend. 4 jaar van 1945 tot 1949. Die Nederlands-Indië veranderde in onafhankelijk Indonesië. En zeker 100.000 mensen het leven kostte. In die oorlog was mijn opa als commandant verantwoordelijk voor heel wat doden. En na die oorlog was alles anders. Was mijn opa anders. Hebben jullie het gevoel dat je opa hebt leren kennen bij zijn leven? Nee. Nee, eigenlijk niet. Denk het niet, nee. Echt het belangrijkste ding dat ik een aantal keren heb gehoord, dat spijt maar van één ding, dat hij Sukarno niet heeft omgelegd. En dan kon hij ook zich
opwinden. Mm-hmm. En hij kan heel, heel mooi vloeken. GVD, zei hij, met zo'n rollende R. En verder is het een inkeurige man die ik nooit heb kunnen betrappen op wat voor ongerechtigheid ook. Eén anekdote waar ik al heel lang mee rondloop. In een moment van grote gezelligheid ging ik met opa stoeien. Of hij ging met mij stoeien. En toen zei hij, ha, ik ga jou tjintja. En ik herinner me dat ik denk 30 jaar later leerde wat tjintjangen is. Namelijk? Dat weet ik ook niet. Oh, okay. Ja, maar met kapmessen. Oh, ja, ja. Geslachtsdelen eraf, ledematen eraf. Opa dacht dus kennelijk bij het stoeien met een kleinkind aan tjintjangen. En dat is iets waar ik al heel lang mee rondloop. Dat je met je kleinkind speelt en dan aan zoiets denkt. Dat is vreemd. Nou ja, voor mij, als ik eerlijk ben, vind ik het een heel ongemakkelijke geschiedenis. Je leest intussen boeken over de geschiedenis waar hij een deel van is. En dat is een geschiedenis van grootschalig, bruut geweld aan de Nederlandse kant. En daar begint de reis. Indonesië roept. Of eigenlijk het Indië dat daar ergens in verstopt ligt. Met daarin weer mijn opa. Nog dieper verstopt. Daar zijn we. En het ruikt meteen als Indonesië. Toen mijn moeder hier ooit terugkwam, rook ze op het vliegveld iets van vroeger en sprak weer Maleis. Wat ik niet kan zeggen. Maar ik krijg hulp. Atik wordt onze tolk en steun en toeverlaat. Ik ken haar van eerdere reizen. Can I hug you? Yeah, yeah, so good. Good to see you. Yes. Such a long time. Such a long time. Oh, you haven't changed at all, and you have changed a lot. New glasses, new hair. Welcome to Indonesia. Indonesië nu. Elk jaar drukker en lawaaiiger, elk jaar moderner. En daar kiert ineens de twijfel. Wat is hier nog terug te vinden van het Indië van ooit? Rond 1900 schreef een Indiëganger dat de kolonie vol zat met gelukszoekers, carrièrejagers, parvenus. Wie toen naar Indië ging, ging voor de handel en het geld. En dan liefst zo gauw mogelijk terug naar het vaderland. Maar niet mijn opa. Hier rechts op de foto. Hij werd in Indië geboren, rond 1900. Hij groeide erop, was er geworteld. Dit was zijn land. Onze eerste bestemming is het huis dat we gehuurd hebben. Ons thuis. Of onze uitvalsbasis als we door de archipel gaan reizen. Hallo, welkom. Pripon kabare. Hi. En dan is het oude Indië ineens verwarrend, begoochelend dichtbij. Het dak, de veranda, de hele stijl. Een huis van teakhout. Stay here. Yes, let's just stay. Oh, we're gonna be so happy. Yes, exactly. Whoa, look at the bathtub. It's from bronze. Only for the royal. Is this a traditional Japanese house? Yes, it's a very traditional Japanese house, but only, this is more like a for rich Japanese people, like royal family. Because you can tell from the carving. The ordinary Japanese, they have much more simple house. It's kind of strange to be here. I mean, for me even, because you feel this is not for my kind of people. Yes. Eerste indruk, ik ben hier een vreemde. In het huis, in het land. Al komt mijn opa hier vandaan, mijn moeder zelfs. Het kost me moeite me daar iets bij voor te stellen.
Een kolonie 50 keer zo groot als Nederland. Met in die tijd haast 10 keer zoveel inwoners als Nederland. Waar Nederland toch overheerste. Ons land was de derde koloniale mogendheid van de wereld. Een derde van de inkomsten van het land kwam uit Indië. De macht. Het geld. Stel het je voor. Ik begin in Semarang, of Semarang, zoals ik Indonesiërs hoor zeggen, aan de noordkust van Java. Het is de stad waar mijn opa is opgegroeid. Rond 1900 is het waar je zijn moet voor de koloniale handel. De Indische rijkdommen voor Holland komen voor een fors deel van deze kade. We are in the oldest part of the harbor. So this is what the Dutch creates. So we're going to jump to the boat. Oh, watch out. Okay, you got it. If you'd arrive here around 1900, would you already see a big harbor for those days? Yes, we are, because the Semarang is the major hub for the trade. It's even before, long before, and the port of Semarang is getting bigger and bigger, and that's why the first railways is not somewhere in the Indonesia, but it is in Semarang. In the first railway on Java is in Semarang. Even in Indonesia. All for trade. Yes, all for trade. So the Europeans, mainly the Dutch, got rich. Mm-hmm. And the other people here? That's a good question, because of like, back in the days we are divided into three layers, you know, like the Europeans, and then the Fremde Oosterlingen, the Chinese and the Arabic. And then the Inlander, the peoples, the indigenous peoples, and we are in the third layer. So we don't have an access to the top level, unless you are the important peoples, that you have a stage or something like that. So yeah, we're just like workers mainly. Europeanen bovenaan. Indonesiërs onderop. Yogi mijt met een beleefde glimlach woorden als apartheid of racisme. Maar het was een samenleving in laagjes, geordend op kleur. Een spekkoek. En de familie van mijn opa behoort dan tot de bovenste laag, in het Semarang van 1900. En die laag hield je dan het liefst gescheiden van alles eronder. Pierre de Lacroix is een voorbeeld van zo'n laagje. Goedemiddag. Zijn grootvader is een Duitse kapitein die rond de eeuwwisseling in Indië aanspoelt. De jongenskamer. Ik ben op mijn 14e in Nederland gekomen en Indië zit in mij, iedere dag. Ik ben een Indisch jongen, ik ben in Java geboren. Uw opa, ja. Is die hier ook ergens? Dit is hem. En zijn zogenaamde inlandse vrouw. Nou, hij is hier al wat op ouder leeftijd. Dit is mijn moeder. Ach, dit is mijn tante. Dat is opa in vol ornaat. Dat mag je wel zeggen, ja. Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina. Ik schat dat hij toen havenmeester van Makassar was. In dat ambtskostuum. En dat zal zo rond 1908 zijn geweest. In het havenmeester gebeuren heb je natuurlijk hiërarchieën. De tophavens waar je havenmeester van kon worden waren Batavia en Surabaya. En ja, daar komt de kolonie om de hoek kijken. Opa was getrouwd met een inlandse. En hij kon nooit door dat huwelijk havenmeester eerste klas worden. Huwelijk met een inlandse beperkte zijn carrière-mogelijkheden. Dat was over de hele linie, of je nou in de handel werkte of je was ambtenaar, in die tijd.
So now we are in the center of the old town of Semarang. In 1900, if we would stand here and look out of the window, what would we see? Very busy with a car, with carriages. Carriages, I mean, like, and then with the horses, and then with the people passing by. And the people would be Dutch, Dutch European? Yeah. Most of them were Dutch. Mainly with trader or the businessmen were passing through this way. As long as, for instance, this part would be almost completely white, it would give Dutch people the impression that this indeed was a Dutch country. Yes, of course. Yeah, you can imagine they are in the society, it's only for the white. In the restaurant, it's only for the white. They have like a special school only for the Europeans. And they went for the, for example, the kerk. The kerk is also some of the kerk is only for the Nederlander. Wij Nederlanders leven hier op onszelf en voor onszelf. In schijnbaar witte Europese steden. Of zelfs in buitenhuizen, zoals langs de Vecht. Betaald met geld dat vaak ver daar vandaan op de plantages in de binnenlanden wordt verdiend. Daar uit het zicht is het zware werk voor inlandse arbeiders die bijna niets verdienen, geen rechten hebben en voor bijna alles gestraft kunnen worden. Donkere arbeiders, vaak letterlijk onder hun witte opzichters. Daar ligt de oorsprong van de Indische rijkdommen, op weg naar schijnbaar Europese steden als Semarang. In die handelsketen neemt een familie als die van mijn opa een speciale plaats in. De Van Langen zitten niet in de handel, zij helpen die als gewapende macht. Ze beteugelen de opstanden die nogal eens uitbreken in de archipel. Dat stond wel zo'n beetje in sterren geschreven. Een van zijn voorvaderen is nog naar Moskou opgetrokken met Napoleon. Een, zeg maar een huursoldaat. En veel van zijn nazaten zijn daarna gaan vechten in Indië. En dan ook echt vechten. Bijvoorbeeld in de Aceh-oorlog. Een slagveld dat 40 jaar geduurd heeft. Een Van Langen die heeft een jaar of 10, misschien zelfs langer, in Aceh gevochten. Mijn overgrootvader. Met een snor alleen al om geen ruzie mee te krijgen. En hier staat zijn jongste zoon, Rijn. Dat werd mijn opa. Jongste telg uit een familie waarin het leger het leven was. Om dichter bij dat leger te komen, rijden we van Semarang het land in, naar het zuiden. Daar ligt Magelang, een garnizoenstad, een en al kazernes en uniformen. In het Indië van nu, maar ook al in het Indië van rond 1900. Hier werd mijn opa geboren. Het was de standplaats van zijn vader, kapitein in het Koninklijk Nederlands Indisch leger, het KNIL. We don't know an exact address where my grandfather was born, so I thought they would probably live in this area, the officers' compartment. Am I right? Yes. If your grandfather was considered as Europeans, then he will probably be the top of the status within the military environment. The family of my grandfather live here.
if they live in these houses, they're gonna have a lot of supporting facilities from the government. They have their own electricity, they have medical doctors, and they also have gardens here, you can see, like, because the garden is also a privilege because it's considered as typically European lifestyle. And a garden is considered something European? Yes, because it takes a sort of land. I mean, from if it's the streets, and then they also have this little spaces for the garden, so you can see that that's kind of privilege that the European family has back then. The Dutch always try to differentiate their social status, their identities with the natives, because they always wanted to be superior classes than the natives. So they lived in a different kind of situations, different kind of cultures, different kind of perspective than the natives. De onderscheidingsdrift van de koloniaal. Daar heb ik het alles over gehad in een tehuis voor oud-knilmilitairen dat meteen museum is. Bronbeek, bij Arnhem. Wieland van der Loo, kenner van Nederlands-Indië rond 1900, is er kind aan huis. Koloniale, wat is het eigenlijk? Glorie? Nou, glorie is tegenwoordig nogal een beetje verdacht om dat te zeggen. Maar destijds mocht dat wel. Salon, voor de betere ontvangsten. En hoe? Ja, ik wil jou graag meenemen naar, ja, naar de leefwereld waarin mijn opa opgroeide. Blank gezin? Of in elk geval een gezin dat er zo voor blank kon doorgaan? Het is een koloniale maatschappij. Het is niet alleen van belang uit wat voor familie je komt, wat je positie is, wat je fortuin is, met wie je omgaat en met wie niet. Maar het is ook belangrijk wie je bent, je afkomst, etniciteit. Want het criterium is hoe witter, hoe beter. Hoe Hollandser, hoe beter. Dus dat zat ook in je taalgebruik. Geen accent. Dat was een Europese, Hollandse opvoeding. Teddy brengt me van de officierswijk naar de barakken van de soldaten. Zo wit als de officieren van het knil waren, of wilden lijken, zo gemengd was het soldatenvolk. Hutje mutje in de slaapzalen liepen de lagen van de koloniale spekhoek ineens door elkaar. The Dutch military barracks was mixed and multicultural. The KNIL recruited the armies from the European and also from the natives, from Ambon, Manado, Makassar, and any other parts of the archipelago. And then there were also women in the barracks. Those women would often be native women, Nyai, right? Yes. The European soldiers tended to marry native women, so they started a life in the barracks for the lower military officers. But were they married officially? I think it's not. They're not married officially because most of the Nyai or the indigenous women were kind of forced to marry with the European soldiers. They were not all there voluntarily. No. This is because the different social status between the Dutch and the natives, the Dutch kind of have a freedom to choose the women because they are the colonized society. Even as a low-rank soldier, you could almost say, that's a pretty girl, I'll have her. Yes. And yes. Then they would have children. And the children would be born there too. Yes. So this children was called anak kolong because they were born under the bed. Anak kolong. Kinderen weggestopt onder het bed. Zo blijken de lagen van de koloniale samenleving nog een tussenlaag te hebben. Niet helemaal Europees, niet helemaal Indonesisch. Waar in de spekhoek vinden die kinderen hun plek?
En wat vond de knilleiding van die verhoudingen? Vrij lange tijd vond de leiding van het leger dat uitstekend. Een militair die een vrouw thuis had, nou, die ging niet naar het bordeel. Oké. Zo worden de manschappen geleid in een geregeld bestaan. Hij leert wat van de taal, hij leert wat van het volk. Hij krijgt wat fatsoen. Veel militairen hadden dus verhoudingen met inheemse vrouwen. Maar omgekeerd, hoe keken inheemse vrouwen naar militairen? Waren die een goede vangst? Ze dronken veel. Ze golden, heb ik de indruk, ook niet als woest aantrekkelijk. Want ja, grote roze, harige verschijningen. Zo aantrekkelijk was dat niet voor de inheemse vrouw in die tijd. Maar ja, dan heb je als vrouw altijd de zorg, wat met de kinderen? Want als jouw militair de kinderen niet echt, of als hij ze wel echt, dan nog heeft hij daarover het recht te beslissen. Dus hij kan ze zomaar wegnemen. En wat dan helemaal niet meetelt, is of die kinderen dan nog een liefhebbende familie in de kampong hebben. Ja. Je hebt als vrouw in die tijd heel weinig rechten. Al staan er 5 tantes klaar met open armen. En dan kon hij die kinderen gewoon meenemen? Ja. Maar wat als hij terugging naar Nederland, die militair? Kwam ook voor. Of gewoon geen zin meer had in zijn meisje. Dan stonden moeder en kind letterlijk op straat. Zonder rechten, zonder geld. En dan was er nog maar 1 redding. In garnizoenstad Magellan. Yes. Ini makam dari Johannes van der Stoel. Ini ada sebuah pemakaman yang masih tersisa, yang di mana di tempat ini dimakamkan selain Johannes van der Stoel ada istri beliau dan anak-anak asuhnya. I'm interested. You're even wearing a van der Stoel-like shirt. What makes this story so important to you personally? Sedikit flashback. Masa kecil saya tuh rumahnya dengan van der Stoel, panti asuhan van der Stoel. Di mana sosok beliau itu untuk usia di atas saya itu sangat sangat terkenal gitu ya Pak. Bagaimana Johannes van der Stoel mendirikan panti asuhan di saat itulah saya tergelitik untuk mencari tahu siapa si van der Stoel ini. Ternyata memang apa yang dilakukan dia ini sangat luar biasa di mana sebuah hal yang jarang dilakukan oleh orang Belanda gitu. Dengan mendirikan panti asuhan bagi anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar ini merupakan hasil hubungan dari tentara-tentara kenil yang ada di Magelang dengan wanita yang tanpa menikah resmi. Kita ketahui bahwa anak-anak terlantar ini kan berasal dari hubungan orang tua yang tidak resmi gitu. Di mana anak-anak ini merupakan anak-anak Indo secara resmi tidak diakui oleh pemerintah Belanda gitu. Sehingga mereka semacam karena tidak aku itu seperti tidak memiliki sebuah status yang jelas gitu. Een rafelrandje van het Indisch recht. Hoor je niet bij 1 kleur, Nederlands of Indonesisch, maar zit je ertussenin, dan val je tussen wal en schip en zoek je het maar uit. Tenzij je iemand vindt als Johannes van der Stoel. Een Nederlandse zendeling die zich pa liet noemen en de kinderen opraapte die Nederlandse vaders hadden laten vallen. Anno 2023 is er nog altijd 1 weeshuis in Indonesië dat de naam van de grondlegger draagt. Love you too. My gosh, terima kasih. What a welcome. Sama-sama en welkom at Pa van der Stoel, Hans. Ik vind het zo leuk om jullie hier te ontvangen bij Pa van der Stoel. Toch geweldig. Nou, zo worden we niet overal ontvangen. U bent Nel. Ik ben Nel de Borst, ja. Ja. En ik ben een kleinkind van Bram en Tine Bernard, die kinderen zijn van Pa van der Stoel. Eigenlijk. Pupillen eigenlijk, want pa had natuurlijk geen echte kinderen. Nee. Maar mijn ouders zijn 1 van de 7000 kinderen.
Zijn dit allemaal weeskinderen? Je hebt drie soorten. Je hebt kinderen die alleen maar een vader of een moeder hebben, halfwezen. Je hebt kinderen die allebei de ouders nog hebben, maar die zijn zo arm, die kunnen niks doen. En die kinderen geen opleiding geven of naar school sturen. En je hebt kinderen inderdaad die echt wees zijn. Het is allemaal particulier geld waar je dit werk van doet. Je krijgt een heel klein beetje voor de school. Een heel klein beetje, maar dat is te verwaarlozen. Maar het is particulier initiatief. Je moet heel veel kunnen praten. Als een kapotte radio die je niet meer af kan zetten. Wat een schitterende foto is dat. Met kreukels en scheuren en alles, maar wat een mooie foto. Dit was eigenlijk op de dag, 17 juni 1925, toen mijn grootmoeder mijn moeder naar het weeshuis van Pa van der Steur bracht. Ze passeerden een fotograaf, stopte bij die fotograaf, want mijn oma besefte, dit is waarschijnlijk de laatste herinnering wat ik van mijn kind kan krijgen. Want ze had geen geld om elke keer naar haar kindje te gaan. Waarom moest jouw oma jouw moeder weggeven? Nummer 1, ze was arm. En nummer 2, in dat dorpje waren geen scholen. Mijn oma heeft nooit de binnenkant van een school gezien. Kende, kon ook niet lezen of schrijven. En dat wilde ze haar kind niet aandoen. Dus toen ze van die foto klaar waren, heeft mijn oma mijn moeder naar het weeshuis van Pa van der Steur gebracht. Want dan krijgt mijn kind een betere toekomst. Ze mocht Pa zelf ontmoeten. En toen zei ze tegen Pa, wilt u goed op mijn kind passen? En Pa beloofde dat natuurlijk. Maar mijn moeder, toen mijn oma stilletjes wegging en mijn moeder daar achterliet, werd mijn moeder zo ziek. Ze wilde niet eten. 2 dagen was ze zo ziek dat ze in het ziekenhuis terecht is gekomen. En toen liet Pa mijn oma roepen om eigenlijk haar kind te voeren. Maar toen mijn oma dat kind zag dat zo vermagerd was, zei ze tegen Pa, ik neem mijn kind terug. En toen zei Pa, nee, dat kind blijft bij mij. Dan komt je oma een paar dagen later bij Van der Steur, ziet daar een verzwakt, ziek kind, wil dat meenemen. Ja. En dat mag niet van Pa. Pa die zei van, dat kind dat hoort niet in de kampong. Waar er geen scholen was. Pa wilde gewoon een Europese opvoeding geven. Wat mij dan opvalt, jij kiest voor Van der Steur. Ongeacht wat moeder en dochter op dat moment voelen. Mijn moeder, toen ze 17 jaar was en voor het eerst van Pa toestemming kreeg om haar moeder op te zoeken, toen de eerste vraag wat ze vroeg is, waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je mij al die jaren zoveel verdriet bezorgd? En toen zei oma, ik heb dat gedaan omdat ik zelf nooit heb leren schrijven en lezen. En dat wilde ik jou besparen. Nel heeft gelijk, misschien. Wie was haar moeder geworden als Pa niet had doorgedrukt? Wie was ze zelf geworden? Maar de prijs was wel dat haar moeder 17 jaar moest worden voor ze haar moeder weer terugzag. Is dat het waard? Koloniale hulp, ik kom er niet uit. Misschien valt er gewoonweg niet meer zoveel goeds te doen als er zo'n foute kleurlijn door de samenleving loopt. En dan blijkt die lijn ook door mijn eigen familiegeschiedenis te lopen. In de meeste families zijn er ook altijd verrassingen. En we hebben 1 verrassing gevonden die je misschien nog niet weet. Namelijk een broer van je overgrootvader heeft een kind gekregen met een Indonesische vrouw. Maar hij is geadopteerd door je overgrootvader. Althans, hij is geëcht. Dus je overgrootvader heeft net gedaan alsof dat zijn eigen kind was. Daarna is die broer overleden. Het zegt mij helemaal niks. Nee. En daardoor kon dat kind in de familie worden opgenomen. En is hij eigenlijk opgegroeid samen met je grootvader als een halfbroer.
terwijl hij dat eigenlijk niet was. Ik zal het even voor je tekenen. Dit ben jij. Dit is je overgrootvader. Die had een broer. Die samen met een Javaanse vrouw, Simpson, een kind heeft gekregen. En die heet Paul, Karel, Anne. Wacht even, ik probeer me voor te stellen. Mijn overgrootvader heeft die jongen dus opgenomen in het gezin. Dus hij heeft iets goeds proberen te doen die jongen. Precies. Hij heeft hem zeg maar, aangegeven als zijnde zijn eigen natuurlijke kind. Hè. Dat was de enige manier waarop zo'n jongen in het gezin kon worden opgenomen. Want adoptie bestond niet. Maar hij komt in de archieven voor. Zeker. En niet meer in mijn familie. Kennelijk niet. Dit is echt zo'n rafelrand van het Indische leven. Ja, absoluut. Ja, ja. En die waren er niet bij ons. Het overvalt me. Een pleegbroer van mijn opa waar geen verhalen of foto's van zijn. Helemaal niets. In die spekhoek van de koloniale samenleving bleef hij blijkbaar toch een ander laagje. Zelfs in de familie. In mijn familie. De vader van mijn opa overlijdt, dus 1905. En dan volgt er een uitvaart voor de Nederlandse gemeenschap. En die gaat door deze straat. Dat heet in die tijd de Herenstraat. En dan gebeurt er iets wat zelfs de krant haalt. De paarden voor de lijkkoets weigerden dienst. Met veel inspanning waren ze eindelijk te bewegen hun droeve last verder te brengen. Doch bij de kerk gekomen bleven zij weder staan en waren niet vooruit te krijgen. Men is geëindigd met de kist uit de lijkkoets te nemen en grafwaarts te dragen. Waartoe zich vele onderofficieren vrijwillig aanmelden. Dat moet je je voorstellen. Ben je 52 jaar geworden, als militair gevochten, jaren in Atjeh. En waarmee haal je pas echt de krant met de paarden bij je uitvaart die dienst weigeren? Zijn vrouw blijft achter met 4 kinderen. Het pensioen is karig en een nette vrouw gaat niet uit werken in het harde Indië. Er zit niks anders op. Moeder en kinderen verruilen het vertrouwde Java voor het verre Nederland. Ze komen aan in garnizoenstad Breda, domein van de Koninklijke Militaire Academie. En inderdaad, daar gaat mijn opa Rijn naartoe. Wat wil je in een militair gezin? En bovendien, voor Indiëgangers is de KMA gratis. Goedemorgen. Goedemorgen, dag Hans. Welkom op het kasteel van Breda, de Militaire Academie. Dank je. Jij hebt hier ooit zelf gezeten, toch? Als dienstplichtige, ja. Niet als kadet, maar wel al zit ik hier al als dienstplichtige ben ik zo defensie binnengerold. Dit is toch het kasteel van Willem van Oranje? Dit is zeker het kasteel van Willem van Oranje. En betekent dat nog veel in de traditie van de KMA? Nou, die relatie met het Oranjehuis wel. Dat zie je toch nog steeds. Dat is een eigenlijk wel een beetje een rode draad ook. Voor mijn opa was dat absoluut heilig. Dat vechten, mijn opa zei dat doe je niet voor die slampampers in Den Haag. Dat doe je voor de kroon. Ja. Dat doe je voor Oranje. Nou, dat... Dan heeft hij toch in het begin van zijn kadettentijd een mooi moment beleefd, denk ik. Want hij is in 1916 hier gekomen. En in november 16 komt Wilhelmina op bezoek. Alle kadetten moesten dan natuurlijk aangetreden staan. En die moesten ook gevechtsoefeningen, gevechtsscènes naspelen voor de koningin. Vechtscènes naspelen? Ja, nee, dat gebeurde wel vaker. Dat gebeurde wel vaker. Er werden wel eens Indische scènes nagespeeld. En dan werd bijvoorbeeld een scène uit de Atjeh-oorlog nagespeeld. Wat was de vijand in Indië? Ja, de vijand in Indië was, het was een intern politieleger. De vijand was... Je eigen bevolking? De eigen bevolking. Dat is ook een totaal ander idee dan waar met een
voor een Nederlandse soldaat. Een vijand is een buitenlandse mogendheid, een buitenlandse soldaat die op eenzelfde manier vecht. Dat is in de Indische situatie natuurlijk niet zo. Fascinerend vind ik dat hele gebieden van Nederlands-Indië nog niet of nauwelijks van Nederland waren. Zelfs rond 1900, 1920. Zeker, ja. Kneel is niet zo groot. Je praat maar over 30.000 man op een gebied zo groot als Europa, bij wijze van spreken. Het is zo'n groot gebied dat die vestigingen heel klein zijn. En dat betekent dus als knilofficier dat je vaak ook hele grote gebieden verantwoordelijk voor was. En dat je dus vaak ook heel eenzaam en alleen zat. Dus vaak als enige officier in een enorm gebied. Het is meer dan een eeuw geleden dat mijn opa aankomt bij de KMA. 1916. Maar er blijkt hier veel bewaard te worden. Hans, dit is de bibliothecaris. Hans Goedkoop, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben toch wel een aantal zaken bewaard waar ook de naam van uw vader in voorkomt. Voordat iemand werd aangenomen op de KMA, moest hij natuurlijk ook allerlei toelatingsexamens afleggen. En daar hebben we ook het een en ander van gevonden. Het geeft aan zijn studieprestaties voorafgaande aan de KMA. Oh, het is echt een heel pakket. Wacht even, dit is de aanmeldingslijst. En daar staat hij bij Van Lange DRA. Geschiedenis. Hier, Van Lange DRA. Buitengewoon goed. Een 9. Dat betekent dat van de groep die dus kiest voor infanterie Nederlands-Indië, hij de ene beste was. Toch wel bizar, zegt dat dit gewoon ergens nog in archief ligt. Ja. De rapportcijfers van mijn opa in 19... Ja. Wat zal het zijn? 1915 dan? Bijna het beste jongetje van de klas. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat mijn opa op de KMA ook hoog in de pikorde staat. Van oudsher was Indië natuurlijk altijd minder. Hè? Het KL hier was het trotse Nederlands leger. Ja. Indië, dat was... Ja. Ja, dat hadden we dan ook. Dat is inderdaad sociaal gezien, KL stond erboven, Indië was tweede categorie. Ja. Jongens die uit Indië kwamen hadden echt een heel ander leven achter rug. Totaal andere achtergrond. Hoe voelden die zich hier? Dat moet zeker voor hen moeilijk geweest zijn. Ze kwamen in een land dat ze eigenlijk niet kenden. Ze kwamen in een klimaat dat ze eigenlijk niet kenden. Het was eigenlijk net zo vreemd als andersom. De Hollandse jongens die hierna naar Indië gingen waar ze nog nooit geweest waren. Het slaat me om het hart als we naar boven lopen. Naar de vroegere slaapzalen. Van Indië naar Nederland. Van moeders pappot naar de KMA. Mijn opa had graag dokter willen worden, zei hij later. Maar ja, de KMA was gratis. En voor een Indische jongen zoals hij wilde dat zeggen dat hij terug zou gaan naar Indië. Zijn leven was voor hem bepaald. En hij had te gehoorzamen. Ja, je ligt hier toch in je kussen te snikken. Ik heb daar wel beeld bij dat het geval zou kunnen zijn, ja. Indische jongens... 12.000 kilometer van huis, hier op een slaapzaal. Heimwee, weten we daar iets over? Ze zullen het ongetwijfeld gehad hebben. Kan haast niet anders, maar ik weet het niet uit dat daar ooit... We hebben heel weinig hebben ook in hun, bijvoorbeeld is in memoires of dat soort dingen hierover geschreven. Dat is opvallend, dat kom je dus eigenlijk bijna niet tegen. Maar dat kan haast hoort niet. Hoort misschien bij die militaire verstandhouding, daar heb je het niet over. Wat ik interessant vind, wat je nu beschrijft, vind ik meteen een portret van mijn opa terug. Die inderdaad een en al discipline was en beheersing van emoties. Wat een hele driftige man was. Plichtsbesef. Ja. Plicht voor alles. Je bent niet voor je geluk op aarde. Je bent niet voor jezelf op aarde. Er is iets hogers en groters dan jij. Je moest in die Indische samenleving kracht tonen. Je moest natuurlijk heel duidelijk zijn, wij zijn het gezag. Zwakheid tonen is het wel het laatste wat je kan veroorloven als een koloniaal heerser over een gebied waar 60 miljoen mensen wonen en waar je een legertje hebt van 30.000 man. Geen zwakte tonen. Lesstof op de KMA, die het karakter van mijn opa moet hebben gevormd.
Wie weet lag alleen daar al een reden waarom hij later geen prater was. In 1919, 21 jaar oud, klaar op de KMA, stapt mijn opa weer op de boot naar Indië en vindt het land in zijn afwezigheid veranderd. Onder het dunne laagje Nederlands bewind begint iets te bewegen. Indonesiërs denken steeds openlijker na over een Indonesië waar zij de baas zijn. Volgende keer, hoe Indonesische artsen als eerste de weg naar onafhankelijkheid inslaan. Dr. Cipto, pahlawan revolution. En hoe Indonesische scholen zich afkeren van het Nederlands gezag. The Dutch government had a lot of reasons to be afraid. NTR. Speciaal voor iedereen.